power. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Bas. Zeg maar even hallo. Hoi kijkers. Zit mijn haar rond? Nee, het zit echt verschrikkelijk. Even overnieuw. Nu zit het wel goed. Morri. Dat is beter, dat is beter. Dus, Bas die heeft zijn lekkere koffie. En ik heb hier twee broodjes liggen. En ik heb twee rijstwafels. Nu heb ik hier chocopasta. Dit is zo lekker. Ik vind de chocopasta echt super lekker als het wit en zwart is, zeg maar. Dus gewoon gemixt. En dan doe ik eventjes zo. Oh, pak ik alleen het witte eruit. Dit mocht ik nooit doen van mijn moeder. Nou, de eerste keer doe je op jezelf wonen. Meteen gedaan. Alleen ik doe eigenlijk het slechte voorbeeld, want ik schep het uit met een mes en ik eet het van een mes. Maar dat moet je eigenlijk helemaal niet doen. Als je dat doet, doe dan even je vinger erin. Zo. Nee, want dat is wel hygiënisch. Nou, het is misschien minder hygiënisch, maar dan... Wel veiliger. Ja, wel veiliger. Ik doe nu ook gewoon mijn mes weer erin, terwijl ik net vanaf heb gegeten. Nou, nee, ga ik niet meer uit die pot eten. Nee, zou ik ook niet doen. Dat is ook mijn pot. Bas die ging even zijn auto ophalen, omdat ik wat spulletjes voor hem heb. Dus... Het is tijd voor twee dingen. Eén, Bas die gaat er vandoor. Ja. En twee, ik ga Fortnite opnemen. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Ik zou het eigenlijk doen met Bas. Ja, weet je, ik had laatst trouwens een fan. Die kwam mij tegen en die zei, hey Bas, je bent echt goed in Fortnite. En ik keek hem aan en hij stond daar echt zo. Die had sowieso iets gebruikt, of alcohol, of, nee, of die... Nee, dat kind was zo groot, jongen. Oh ja, nee, dat kan hij niet. Hij keek me echt aan van, I'm joking, you're bad. Hij zat gewoon hier in de maling. Ja, was super. En zei, Bas, je bent echt goed. En jij dacht, ja. Oh, dankjewel. Ja, ik dacht, nee, maak maar een grapje. Ben ik echt goed? Nee, Bas die moet nog veel oefenen. Dus, heb ik wat voor Bas geregeld? Ik heb een aardig mooie set. Kijk, zoals jullie weten, dit is mijn setup. 3 beeldschermen, toetsenbord. Ik heb trouwens een nieuw toetsenbord aangesloten. Of een nieuwe, eigenlijk een oude. Af en toe wissel ik om. Muis, een hele grote muismat. En die boxen en studiolampen en de camera. Nou, volgens mij weten jullie ondertussen wel, dit is mijn setup. Alleen Bas, die heeft nooit een goed genoeg computer of laptop gehad waar hij op kon gamen. Nou, en aangezien ik in het verleden verschillende samenwerkingen heb gedaan met bedrijven... heb ik van alles wat bij elkaar geraapt, wat allemaal nog heel goed is. Het doet het allemaal nog echt perfect. Ja. En zelfs een paar gloednieuwe dingen. Dus nu heb ik voor Bas geregeld dat hij een gloednieuwe microfoon heeft, zoals jullie zien. Hij heeft een super mooie boxenset installatie. Unit hij heeft hier echt een super goede headset. Het is echt een hele goede deze. Hij heeft hier mijn oude gaming laptop. Waar ik echt jarenlang vlogs op heb geëdit. Alleen deze was op een gegeven moment gewoon echt te dik en te groot. Maar voor Bas, voor thuis is die echt perfect. De oplader en een muis. En ik had je de vorige keer al een hele mooie. Die heb ik hier ook nog extra liggen als reserve. Knolpower muismat gegeven. Ja, sowieso. Dus jij bent er helemaal klaar voor. Ik ben ready. En dan heb ik ook nog even dit petje zo net aan hem gegeven. Want die past mooi bij zijn broek. Dus Bas is helemaal klaar voor. Dus voor de mensen die Fortnite leuk vinden. Voor als jullie mij al volgen op mijn YouTube kanaal Enzo Knol 2. Waar ik dus Fortnite elke dag upload om 5 uur. Heel erg tof, dankjewel. Zo niet kan je nog abonneren. Link staat in de beschrijving. En binnenkort ga ik dus met Bas opnemen als hij gewoon thuis is. Mm-hmm. En gewoon op zijn laptop zit. Awesome, super tof, man. Hey, heel erg leuk dat je weer even een dagje langs kwam. Ja, man. En, Bas en ik die hebben elkaar laten schrikken. Zo. Ja, dat was echt niet normaal. En hey, we hebben net even afgesproken, hè. Gaan we niet nog een keer doen. Nee. Ik was gisteravond, ik had echt gewoon steek ik... Jongen, je ziet het wel. Dit is echt niet normaal. Kijk maar eventjes hoe ik Bas in de maling heb genomen. En daarna heeft hij het bij mij gedaan. Maar kijk eerst maar eventjes Bas. Hey, slaap lekker, Bas. Slaap, kindje, slaap. De buiten loopt het maar. Doei. En kijk nu maar die van mij. Dit is echt... Jouw reactie? Ja, jouw reactie was echt niet normaal. Maar mijn reactie was eigenlijk bijna hetzelfde. Ja, jij schrok ook wel hard. Jij was gewoon bang. Ik was bang. Ik schrok. Jij dacht... Ja joh, ik zag jou. Ik werd wakker en ik zag jou. Dus ik dacht, wow. Kijk maar. Het is payback time.
Ja, dat is payback. Oh, lekker man. Zo, ik schrok ook weer. Ja, je schrok heel leuk. Ik ben al meteen wakker. Snap je, goedemorgen man. Hallo? Wow, je gilde hard. Ja, vind je het gek? Godsamme. Ja, dat vind ik gek. Leg eens uit, waarom schrok je? Je kan hierin praten. Moet je mijn hart voelen. Wat zeg je? Ja, voel dan. Wat moet ik voelen? Ja, dag. A few moments later. Kijk wat Dionne voor me heeft meegenomen. Alsjeblieft. Oh mijn god. Ja, maar moet je wel weten. Zorg hoor. Ja, die andere squishy die is helemaal kapot zo. Die andere is ook echt zowat. Helemaal kapot. Ja, maar dat komt omdat ik zo lekker hard aan het knijpen ben toch. Wow. Hij zegt dik, hey, je hebt een kont gehad. Ik denk wel oprecht dat dit de achterkant is. Ja, dat ja. Moet wel. De uitgang. Ruikt wel lekker. Ja, maar zo'n squishy ruikt echt super. Deze is nog fijner. Deze ruikt nog... Hij ruikt naar eten. Naar mag ik eens ruiken? Nee, is voor mij. Ja, ik heb hem nog niet geroken. Ja, maar is voor mij. Hij lijkt een beetje op sok. Ja, zo wel, ja. Alleen hij is niet, sok is niet wit. Zo lijkt het op sok. Oh. Maar kijk, dit doe ik dus de hele tijd ermee. Nou, moet ik ruiken. Ja. Oh, hij ruikt lekker. Ja, hè? En hij is echt vet zacht. Hij ruikt een beetje naar mij. Deze voelt echt als pudding. Die was heel flauw. Oh, echt nice. Dankjewel. Ik zal hier liever voor zijn, oké? Okay? Weet je, ik... Wow, ik ga er even op zitten. Sorry, dit doe ik maar één keer bij, oké? Okay? Oh, oh, dit is echt... Is het lekker? Oké, okay. Ja, het is wel comfortabel. Oh wow. Mijn god, dit is echt een pannenkoek. Dit is gewoon een kleine frisbee. Nou, ik ben er heel erg blij mee. Mooi. Maar nu heb ik ook iets, niet zozeer voor jou, maar voor ons. Dit gaat echt heel erg leuk worden, denk ik, hoop ik. Want de vorige keer vond ik het niet zo leuk. Toen heb ik het gedaan met Milan. De vorige keer heb ik namelijk blueberry muffins volgens het recept van Starbucks gemaakt. Ja. En dat was echt verschrikkelijk. Dat was echt drama, puinhoop, maar iedereen vond het geweldig. Iedereen vond het super leuk om te zien. Dus toen dacht ik van, nou, ik heb een nieuwe kookpartner nodig. En de vorige keer was ik naar Dionne gegaan en nu komt Dionne hier. Dus gaan we samen iets maken. Oké. Okay. Maar dit wat is... Dan? Ja, dit is zo ontzettend simpel. Oh. Ja, want met alle respect... Nou, als we dan nog verkloten... Oh, mag niet zeggen zeker. Jawel. Ik mag wel schelden. Als we dan verpesten, dan... Weet je, het is altijd een beetje zo'n twijfelgeval met schelden. Kijk, als ik meteen stoot, dan zeg ik niet... Ah, chipzak. Oh, vervelend. Of hoe zeg je dat? Chips. Oh ja, in plaats van shit zeg je dan chips. Ja. Chipszak, hoe kom je daar nou bij? Maar dan zeg ik gewoon van, ah, kut. Ja, daar ga ik niet om liegen. Ik zeg gewoon, ah, kut. En als jij wilt kloten in de keuken, dan mag dat. Oké. Okay. Maar ja, ik ga gewoon mijn best doen voor de kijkers. Maar als jij het wil verkloten... Ga je nu je best doen? Ja, ik ga mijn best doen. Oké, ik ga laten zien wat het is. Het? Kijk eens eventjes. Hier hebben we het. Het zijn brownies. Ja, toch? Ja, anders zijn we echt prutsers, hoor. Als we dit niet kunnen... Moet je alleen water bij doen? Ja! Jezus. Jij denkt, maak het even ingewikkeld. Ja, maar we hebben ook een bakje erin zitten en dan moeten we helemaal knutselen. Dus we ja, moeten wel... Ja, moet je uitvouwen. Ja, we moeten wel iets doen. Weet je, niet uitvouwen, knutselen noem je dat. Dat komt interessanter over. We gaan knutselen. Ik heb mijn professionele studiolampen erbij gepakt. Ja. Ja. Nee, dat was echt gewoon even... Ja. Oké, okay, kom naast me staan, want dat doen ze altijd in die programma's. Pak de professionele waterkan. Ja. Pak de professionele waterkan. Ja. We hebben hier de werkwijze. Verwarm de oven voor. Nou, dat heb ik al gedaan, want je ziet erachter... Ja, zullen we eens even kijken of het niet te heet is of zo? Nee, wat is dit, Dionne? Weet jij dat? Is dit een hete luchtoven of is dit een elektrische oven? Volgens mij is het hete lucht. Ja, nou, hete lucht komt er sowieso uit, maar... Ik vind gewoon... Ik vind hem heel elektrisch eruit zien. Weet je, ik zou gewoon elektrisch oven 180, hete lucht 160, graag gewoon op 170 zitten. Ja, nou, dat vind ik nou ook. Volgens mij
Ja, volgens mij zit ik daar al, 170. Deze tijd klopt trouwens niet, mensen. Of als jullie afvragen, is het al zo laat? Nee, want het is gewoon nog licht buiten, dus dat kan niet. Maar goed, oké, dat hebben we gedaan. Meng de mix en het water in een beslagkom. Nou, pak de professionele beslagkom erbij. Kijk eens hoe mooi een beslagkom. Echt groot. Die is groot, hè? Dat is een fruitschaal. Nee joh, dit is het enige wat je krijgt. Een bakje en meel. Ik dacht dat we deze in elkaar moesten knutselen, maar die is gewoon al af. Je hebt zelfs niet te vouwen, je hebt niks te doen. Hallo? Meng de mix en het water in een beslagkom. Ja, dan moet je... Jeetje, gast. Die was heel flauw, hè? Die was echt heel flauw. Tuurlijk. Waarschijnlijk zit nu alles aan de binnenkant geplakt ook. Als jij hem zo houdt, zo op de kop, dan knip ik hem zo door en dan valt alles op. Doe het. Ja? Ja, doe het. Let op, 1, 2. Oh! Oh mijn god! Nee! Je mooie broek, die jongen! Ik ben een chocoladeprinses. Oh! Nee, joh! Oh, maar nu weten we niet of er water erin zit. Nee, want er is een beetje water weggegaan. Ja, het zit nog in het... Oh, als we één brownie minder hebben, dan weten we hoe het komt. Yo, dit ruikt naar... Ja, chocola. Godsamme. Oh ja, dit is een chocoladebrownie. Zullen we dit nu mixen? Ja, doe maar mixen. Ik heb een spatel. We moeten een garde hebben. Dat bedoel ik. Oh. Ik dacht dat het een garde of een spatel heette. Nou, doe maar. Je zit allemaal op de grond, hé. Nee, joh. Jawel. Zo! Oh, ja, hier wil ik even een mooi shot van hebben, hoor. Jeetje, wat een mooi shot. Kijk eens even hoe lekker die chocolade uitziet, hoor. Oh, 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 mensen, mensen, mensen. Dit is weer een leuke kookvideo, hè? Er zitten nog wel klontjes in, hoor. Ja, ik moet wat harder roeien. Roeien? Oh, dit is zwaar op een gegeven moment, joh. Ja, er mogen dus geen klontjes in zitten, mensen. Dat is het hele moeilijke aan dit hele recept. Vouw de randen van de brownie... Bij de perforatie om, dus zo. Maar moet het dan naar binnen? Sowieso wel. Zo, kan je een beetje zo naar binnen vouwen? Want als het dan zo omhoog gaat, dan komt het tegen die rand aan en dan komt het niet overstromen. En nu moeten we dit erin gieten. Nou moet je het erin gieten. Kunnen we hier niet wat in doen of zo? Omdat ik zo'n keukenprinses ben. Ga je dit allemaal ingooien? Heb ik allemaal mooie... Nou, doen we er gewoon in. Oh, shit. Oh, nee. Ik liet er eentje vallen. Ja, maar dit is niet de bedoeling. Zo werkt het niet. Oh, nee. Weer een brownie minder. Kijk dan. Het is wel lekker, hoor. Zal ik dit erin gooien? Ja, is goed. Gewoon helemaal. Niet zoals ik deed. Gewoon echt gewoon... de inhoud. Wow, volgens helemaal. Volgens mij wordt het echt misselijkmakend gewoon. Volgens mij ook. Jullie zien de nootjes al geen eens meer echt. Het zijn niet echt nootjes. Oh nee, het is chocola. Ja. Maar dat smelt er gewoon weer bij elkaar tot beslag. Het smelt hartstikke, joh. Maar misschien proeven we het. Daar gaan we achter komen. Nu moeten we dit beslag hier in deze bak doen. Die we helemaal zelf hebben gevouwen. 1, 2. Oh... Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Oh, oh, dat ziet er echt heel lekker uit. Oh, we hebben geen eens genoeg om het bakje te vullen. Nee, nee, maar dat gaat natuurlijk allemaal zo helemaal groot worden. Heb je een lepel? Nee, ik heb geen lepels. Ik woon wel op mezelf, maar ik heb geen lepels. Ik eet altijd met een vork. Ook vla. Gewoon met een vork. Ja. Eet jij wel eens vla? Ja. Ja. Ik vind het super lekker. Moet je dat zo... Ja, ik eet vla. Hou een bakje recht, hou een bakje recht. Volgens mij zit er overal chocola in mijn gezicht. En zo pak een lepel, doe het snel, doe het snel. Nou, dat scheelt wel heel veel hoor, dit zo met de lepel. We gaan het nu in de oven zetten. Ja, kan ik dit? Ga ik niet mijn klauwen verbranden? Nee, gewoon netjes erin zetten. Eng. Kom, we doen het samen. Ja, oké. Oké, hou hem vast. Oké, dit gaat goed. En nu een beetje doorduwen naar het midden. Oké, en dan nu dicht. En hoe lang moest het erop? 40 minuten. 40? Ja. Wat lang. Heb je een timer of zo? Ja, maar ik weet niet of ik zoveel geduld heb. Even kijken. Jeetje, moet ik helemaal naar 40? Oh, wow, oh, dat ging snel. Kijk. Nu wachten. Ja. Dat is leuk, hè? Zullen we hier blijven zitten? Vroeger bleef ik altijd kijken. Maar... Echt? Ja. Wat saai. Ja. Oh! Wat zit erin? Weet je tot wanneer dit goed is wat we erin hebben gedaan? Nee! Dit is tot juli 2018. Ah nee, maar dat kan nog wel. Ja, kan nog wel. Ja, het is chocola. Je gaat me niet dood aan. Als het nou 2015 was, dan zou ik zeggen, nou. Oké, okay, nou. Zou ik niet doen. Het is een maandje over datum, maar het kan gewoon. Volgens Dion. Joh, tuurlijk. Die ook, denk ik.
Oh, deze is sinds mei al, joh. Oh shit, ja, zo vaak kook ik, bak ik. November, die kunnen nog goed ruiken. Oh ja, deze vind ik ook het mooiste, dus dat komt goed uit. Ik neem de squishy mee naar mijn studio, want die ga ik eventjes vervangen met die oude die ik had. Kijk, want hier heb ik hem neergezet, maar die ga ik dus wegdoen. En dan kom jij voor in de plaats. Hoe mooi is dat? Ja, hij heeft wel een mooi plekje hoor. Ja, dat wel. Kan ik hem altijd in de gaten houden tijdens het editen. Ja. En dan zet ik deze, die zet ik zo daar zo heel mooi neer, weet je wel. Zodat je hem ook af en toe nog even ziet. Oké. Wow! Jeetje, Mina. Oké, we doen even de timer uit. Ik vind hem wel heel mooi. Sorry. Mag die open? Ja. Zo. Ja, heel heet. Het is een hete lucht over, denk ik. En kijk, die stukjes. Jeetje, ik ga een handschoen pakken, ja? Ja, doe dat. Kijk. Het lijkt wel soufflé. We moeten nog kijken of de binnenkant is gelukt. Ja, dat is helemaal waar. We gaan hem eruit halen. Brownie hoort gewoon... Oh. Moet je niet aanraken. Oh, zie je al die stukjes erin? Zie je dat? Dat zijn die stukjes die we erin hebben gedaan. Het is gewoon waarschijnlijk wel gelukt. Oké, we gaan kijken hier zo bij de tafel aanrecht. Wow! Ja, jij doet het. Mag ik het ook? Klopt. Zo. Oh! Hij zakt erin. Hij zakt in elkaar. Het ruikt naar chocomel. Wat moeten we nu doen? Snijden. Nee, afkoelen. Oh, je moet wel dat laten afkoelen? Ja, zeker wel, anders valt hij helemaal uit elkaar. Nou, wij gaan even laten afkoelen. Zo, daar hebben we het. Het ziet er mooi uit. Eigenlijk wel, hij is wel een beetje ingekakt hier zo. Ja, in het midden wel zou een beetje. Zou het sowieso gaar zijn, is de vraag, hè? Maar hoe moeten we het nu snijden? Dat is een beetje de vraag. Ik denk dat we dit gewoon uit moeten scheuren. Je ziet hier toch van die hoekjes? Ja. Volgens mij moeten we het gewoon... Ik durf het niet. Oh nee! Ja, maar dit hij kan is wel. Blef. Ja, dit gaat goed. Ja, nice. Oh, dit kan je gewoon zo scheuren. Hij is wel een beetje snap hoor. Oh, wat zijn dat gele? Dat zijn de dingen die we dat erin hebben gedaan. Dat zijn de dingen die we erin hebben gedaan. Het ziet er wel goed uit. Het ziet er best wel goed uit. Maar hij had eigenlijk ietsjes harder moeten zijn, denk ik. Ik dacht dat je te veel water erbij had gedaan. Ja, komt het door het water? Ik denk het wel. Brownie hoort toch wel een beetje kleverig, of niet? Ja, volgens mij wel, ja. Ik weet het eigenlijk niet. Maar dit is wel heel erg kleverig. Het is wel, misschien moet hij nog even. Nee, we kunnen hem nu toch nooit meer erin doen. Hij staat er al een half nee, uur buiten. Nee, niet, hè. Nou, daar gaat hij hoor. Okay. Proost. Oh. Oké. <Okay. laughs> Nog een keer. Proost. Mmm. Het is wel te doen, maar hij is wel echt klef. Ja, we hebben het gewoon verpest. Hoe is het mogelijk? We kunnen zelfs geen eens een brownie maken. Ja, je spreekt voor jezelf. Hoezo? Ik dacht dat we een team waren. Ik zocht een nieuwe kookpartner. Oké, nee, dan kunnen we het niet. Volgende keer wel. Proeft ook een beetje raar. Ik vind het wel lekker. Oké, Dionne dus niet. Jij vindt het niet taai? Ja, maar zeg maar voor de video dat het lekker is. Het is echt fucking lekker. Ja. Ik heb echt nog nooit in mijn leven zoiets lekkers gegeten. Dat is echt heel taai, hè? Ja, hij is niet zo heel lekker. Hij is super taai, man. Wat doe jij nou? Willen jullie dat wij misschien nog een keertje iets gaan maken? Maar dan iets anders dan een brownie? Ja. Dan like deze video en laat het weten in de reacties. En wat we dan eventueel kunnen maken. Het is een squishy, kijk. Dat is echt heel... Doe een bruin duimpje omhoog. Hoe chill is dit? We weten in ieder geval 100% zeker dat dit lekker is, want ik heb dit eerder een keertje besteld. Dit is namelijk wok kip. Ik zal het even aan jullie laten zien. Dat krijg je in een bakje. En ik hou helemaal niet van scherp eten. Je ziet hier een vlammetje, dus je zou misschien denken dat het super pittig of zo. Maar dat is absoluut niet, want hier zit gewoon normale saus overheen. Maar let op, 1, 2. Hoppakee. Kijk eens even. Dat is echt veel. Ja, het is echt heel veel. Oh. Maar het is lekker. Kijk, dat rook komt helemaal vanaf zo. Oh. Zien jullie dat? Dus het is lekker warm. En ik heb mijn Nintendo 64 aangesloten. Ja hoor, de vorige keer deden we dit bij Dionne thuis. Maar ik had in de schuur ook nog een Nintendo 64 liggen. Ja, jullie kennen dit. Tenminste, veel van jullie kennen dit geen eens. Maar dit was mijn oude spelcomputer. Mario Kart natuurlijk. Ik heb hier ook Pokémon Stadium. En ik heb hier allemaal andere spellen. Ik heb Zelda, de gouden versie. Hoe cool is dat? Ik heb ook de normale versie.
Ik heb Super Mario, ik heb Super Mario en ik heb Super Mario. Dionne die heeft er geen één, dus ze mag eentje van me hebben. En ik heb hier gewoon, geen FIFA 2018, FIFA 98. En ik heb nog een gouden Zelda, ik heb veel dubbele spellen. En ik heb hier Ready to Rumble, boxing. En ik heb nog heel veel andere spellen, maar ik weet niet hoe interessant jullie dit vinden. Dus als jullie willen dat ik een keer alle spellen laat zien, dan laat het maar weten. Ik heb zelfs Super Nintendo spellen. Ik weet niet of iemand er is die dat kent. Kijk, hier staat gewoon op 129, zien jullie dat? Dat is dus gulden, hè? 129 gulden heb ik hiervoor moeten betalen. Ik denk dat jouw kijkers niet eens allemaal weten wat gulden is. Nee, gulden is zeg maar het betaalmiddel wat je had voordat je euro's had. Ja. Ja, dat is gulden. Hoe oud was jij toen gulden kwam? Het was in 2000. Dus ik was 6 of zo. 6 of 7 jaar. Maar goed, laten we deze tafel met eten lekker gaan smikkelen. En in de tussentijd gaan wij dan lekker Mario spelen. Heel erg bedankt dat jullie hebben gekeken naar deze video. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet er niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog om 4 uur. Er gaan hele leuke dingen gebeuren. Dus zorg dat je erbij bent. Nogmaals bedankt voor het kijken. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette, peace. Knol power.